Je hebt vast onze vorige video gezien over onze top 5 upgrades voor de Traxxas Rustler 4x4. In die video hebben we al zitten hinten naar een upgrade van het brushless systeem uit dit wagentje in de vorm van deze prachtige hobbywing set. Nou, ga er maar lekker voor zitten, want het moment is nu eindelijk daar. Dit is de set dus, een brushless combo, dat is dus een regelaar samen met de motor, en het moet een perfect setje zijn voor in onze Rustler 4x4 dus. In de set zitten de regelaar en motor weer in hun eigen doosjes. We hebben de EasyRun Max 10 SCT regelaar en de EasyRun 3660 borsteloze motor, eentje van 3200 kV. Een puiken set zo samen dus voor schaal 1 op 10 wagens als de Rustler 4x4. De Electronic Speed Controller, oftewel de ESC, in het boeren-Nederlands gewoon de motorregelaar of regelaar, de Hobbywing EasyRun Max 10 SCT dus, waarbij de SCT staat voor Short Course Truck, als bijvoorbeeld de Traxxas /4x4, het type wagentje waar dit systeem bij uitstek voor bedoeld is. Continu belasting van 120 ampère en waterproof. Dit is het powerknopje met het kleine programmeerknopje ernaast. Er zit standaard een XT90 batterijstekker aan, die vervangen we door een Traxxas stekker. En sommige hobbywing regelaars komen tegenwoordig met een heel handig thermometerstekkertje voor de motor. Die motor, de EasyRun 3660. Brushless dus, draait op 3200 onbelaste toeren per volt aan spanning, 3200 kV dus, 4 pol en dus maatje 3660, wat dus wil zeggen een diameter van 36 en een lengte van 60 mm. Het motorhuis heeft mooie gefreesde koelvinnen, een gesloten endbel met daarop het poortje voor de thermometerstekker van de regelaar. De motor heeft een eigen temperatuursensor en zo weet de regelaar continu wat de motortemperatuur is. Overschrijdt deze 105 graden Celsius, dan wordt de boel stopgezet om af te kunnen koelen. En ja, die 105 graden is al aan de hoge kant om eerlijk te zijn, maar het is de minimale setting zelfs. De motor heeft een 5 mm as, er zit ook nog een 48 pitch tandwieltje bij die niet in de Rustler te gebruiken is dus, maar je moet sowieso een nieuw motortandwiel of pinion hebben, want de originele Traxxas motor heeft een dunnere 3 mm as. Mooi geïsoleerde motordraden nog, met 4 mm goudstekkers, 4 mm vrouwtjes dus op de regelaar, en dat is samen dus een leuk brushless upgrade setje voor in je Rustler 4x4. Niet dat er trouwens iets mis is met het Traxxas systeem hier, maar je wil op den duur gewoon wat meer pit en power uitproberen en het systeem zal ook wat koeler draaien in de Rustler. De motor draait iets minder toeren, we gaan 300 kV omlaag, dus dat is ook weer wat meer koppel. Kun je eventueel ook weer wat hoger vertanden. Nou, dan gaan we even klussen dus. Zoals je ziet zijn zowel de regelaar als de motor in afmetingen min of meer gelijk als het standaard systeem. Dus dat is mooi, dan past het ook allemaal precies op dezelfde manier in het chassis. Stap 1. De waterdichte ontvangerbox openmaken, want de regelaarstekker zit natuurlijk in de ontvanger geprikt. Bij Traxxas ontvangers is dat altijd kanaal 3, de derde poort vanaf onder, dus die halen we los en dan mag je het draad terugtrekken uit de deksel van de ontvangerbox. Dan halen we de motordraden los, zo, en dan kan de Traxxas VXL3S regelaar uit het chassis, die zit nog met twee schroeven links en rechts vast, dus losdraaien, en hij kan uit de wagen. Volgende stap, de Traxxas motor. De Felinion 3500, ook eruit. We beginnen met het loshalen van dit zwarte kapje, de gear cover. Dat beugeltje eruit, die de motordraden aan het chassis vasthoudt. Dan maken we de motorbout wat losser, die zat stevig vast, moet die ook zijn. En dan kan hij er helemaal uitgedraaid worden. De motorbout houdt de motor op zijn plek, dus nu hebben we ook de Traxxas motor alweer uit de wagen. De motor zit met twee boutjes vast aan een blauw aluminium plaatje, de motor mount plate. Die hebben we nodig voor de nieuwe motor, dus die moet je dan overzetten. Natuurlijk altijd Loctite gebruiken voor nieuwe metaal op metaal contacten, dus zo ook voor de boutjes om de motor mount plate op de hobbywing motor vast te zetten. De pinion, oftewel het motortandwiel wat we erop gaan zetten. 14 tanden, 32 pitch, ook wel mod 0.8 genoemd, voor de Rustler 4x4 en een boring van 5 mm dus voor de dikkere 5 mm motoras. Nou, met de pinion goed vastgedraaid, ook met een beetje Loctite, dan sluiten we het thermometerdraadje alvast op de motor aan en die kan dan weer ingebouwd worden. Met de motor op zijn plek zetten we eerst de motorbout bijna vast, want de gearmesh moet natuurlijk nog worden afgesteld.
We doen dat met het welbekende strookje papier. Gewoon normaal printerpapier, wat je dan zo tussen de spur en pinion schuift. Dan duwen we die dus tegen elkaar met het papiertje ertussen en dan draaien we de motorbout stevig vast. Met een drupje Loctite erop uiteraard. Boel zit goed vast en het papiertje komt er gekarteld uit zonder klem te zitten of te scheuren. Resultaat, perfecte gearmesh hier, spur kan nog een heel klein stukje los bewegen en dan hoor je hem zo tikken tegen de pinion-tandjes. Volgende stap, de Hobbywing Max 10 SCT regelaar. Traxxas-stekkertje hebben we er dus op gesoldeerd en met dit meegeleverde montageplaatje schroef je hem 1-op-1 in het chassis. Plaatje gaat onderop de regelaar vast en zijn twee oortjes lijnen precies uit met de schroefgaten van de originele Traxxas-regelaar. Nou, vastmaken dus en dan mag het draad de ontvangerbox in. Door het deksel heen trekken, aansluiten op poort 3 van de ontvanger, overtollig draad in het doosje wegwerken en weer dicht. De pakking en het bovenste kapje nog even voorzien van nieuwe siliconenvet om vocht buiten de deur te houden en ook dat kapje dan weer dicht. Motordraden aansluiten, de A, B en C van de motor in de A, B en C van de regelaar. En nou is het motordraad net iets te kort om onder dat beugeltje te krijgen, dus maken we ze met een tie-ripje vast aan dat beugeltje. Dan heeft de hobbywingregelaar nog dat aan- en uitknopje en die kan met een stukje goed dubbelzijdig tape dan mooi hier zo. Het zit erin nu, de Hobbywing EasyRun Max 10 SCT regelaar en 3660 3200 kV brushless motor. Even een lipootje aansluiten, kijken of de boel goed werkt. Dan het gasbereik van de zender in de regelaar kalibreren, staat altijd in de handleiding hoe dat moet. En dan kun je zo'n Hobbywing regelaar nog verder afstellen of programmeren. Kan met de zender ook, maar het is een beetje omslachtig met piepjes en lampjes tellen en zo, dus makkelijker en gebruikelijker is het gebruik van de welbekende Hobbywing programmeerkaart, of de iets luxere programmeerbox. Helemaal fancy is dit dingetje, de wifi module. Alles is tegenwoordig natuurlijk smartphone bediend via een app, en met deze module verbind je via zijn eigen wifi netwerk rechtstreeks met je Hobbywing regelaar. Programmeren gaat door de koelventilator even los te halen en je programmeerunit dan in diens poort te steken. Op je smartphone kun je met de Hobbywing Link app de hele regelaar op een makkelijke manier instellen. Alle parameters die je van een automotorregelaar verwacht uiteraard. Ook de firmware van de regelaar is, wanneer beschikbaar, bij te werken via de app. Batterijen zijn geladen, we rijden deze jongen dus op 3 cellen, dus snel naar buiten ermee. Power hoor, wheelies op gras geen probleem, zelfs met een center diff. En dan op asfalt. Dat gaat hard zat hoor, voor een Rustler 4x4. 1454 vertanding dus, 3200 kV Hobbywing motor gaat tegen de 75 à 80 km per uur al. Er is heus dus nog ruimte om wat hoger te gaan zitten met de pinion, meer topspeed ook, maar ja, er moet natuurlijk ook nog gewoon comfortabel offroad gebashed kunnen worden. En dan willen we nog weten, is de motor erg heet geworden? Thermische beveiliging is in elk geval niet afgegaan. Kan je 5 seconden je vinger erop houden? Nou nee! Ik houd op 2 seconden, dus ik denk, mijn gevoel, 60 graden. Hij zat er 10 graden naast. Oké, nou iets meer. De temperatuur bleek 72 graden Celsius. En dat is met vol gas speedruns, steeds optrekken, remmen en bashen op gras. Op 3 cellen lipo dus, met 1454 vertanding. Hete zomerdag, geen ventilator op de motor, absoluut geen slechte score dus. En precies wat we wilden ook van dit setje. Goeie upgrade dus dit, misschien wel een van de beste die we voorlopig gedaan hebben aan de Rustler 4x4. En ook helemaal niet zo duur, tegen de 140 euro als ik het goed heb. En dan nog even zelf knutselen natuurlijk, de boel goed af en instellen ook, maar dat is natuurlijk weer die bekende andere helft van deze hobby zo leuk maakt, toch? En je kunt nu mooi dit filmpje gebruiken, mocht je er niet uitkomen. Of een vraag in de comments stellen natuurlijk.
Voor nu iedereen bedankt voor het kijken weer. Wij gaan verder met het volgende knutselproject. Abonneer je op ons kanaal om daarvan op de hoogte te blijven. En we zien jullie snel weer terug.